en 1 en 2 en 3 en 4 en buig. Heel goed, prinsesjes. Echt heel mooi. Een prins die mag zich echt gelukkig prijzen als die ooit met een van jullie mag dansen. Einde van deze les. Mooi. Ik heb genoeg van dat gedans. Tijd voor iets leuks. Madeliefje, meekomen. Ja, maar ik wil zo op de neem. Oeh. Ik vind dansen wel leuk. Oh, maar meneer Keun is een echte prins te zien. Binnen. Goeiedag, mevrouw Flora. Camille, goed dat je er bent. Prins Rufus komt vandaag naar Prinsessia. Prins Rufus? Oh ja, die... Die ken ik niet. Nochtans, ik ken heel veel prinsen en zij kennen mij. En dan zeggen ze altijd... Camille. Ja, dat zeggen ze. Prins Rufus is geen prins, Camille. Ah, nee? Nee, het is het hondje van mijn zus. Ah, Prins Rufus is een hond. Inderdaad. Vandaar dat ik hem niet kende. Mijn zus is op reis en ik heb haar beloofd op haar hondje te passen. Jij gaat hem vertroetelen. De prinsessen zullen je daar zeker bij kunnen helpen. We zullen ons best doen, mevrouw Flora. Oh, Camille, ik wil ook dat je hem vanavond ophaalt. Prins Rufus zal ongeveer een week bij ons verblijven. Dus zet je beste beentje voor. Prins Rufus mag niets tekort komen. Dat komt in orde, mevrouw Flora. Wat een liefje. Zo kan ik toch niet oefenen? Kom, schermen. Ja, maar ik wil gewoon op een nieuwe blokfluit spelen. Dat kan ook. Prinsessen. Oh. Ik heb echt fantastisch nieuws. Jij komt in mijn plaats met violet schermen? Nee. Er komt een prins naar Prinsessia. Wauw, een prins. Dan kan ik voor hem een liedje spelen op mijn nieuwe blokfluit. Maar waarom weet jij eigenlijk dat er een prins komt en wij niet? Ik hoorde een gesprek tussen je Flora en Camille. Prins Rufus komt vanavond en blijft de hele week logeren. Oh, ik hoop maar dat hij mij knap vindt. Kijk maar niet te veel in dat spiegeltje, want straks krijg je er nog een rimpel bij. Echt? Ik weet zeker dat die prins een sportieve prinses zoekt om mee te schermen. Hopelijk voor jou zoekt hij een gevaarlijke prinses. Ja! Ik moet er vandoor. Wanneer de prins vanavond komt, wil ik er tip-top uitzien. Dan ga ik nog een liedje spelen op mijn nieuwe blokfluit. Madeliefje, hier blijven! Huh? Watje! Je hebt er weer een rommeltje van gemaakt. Wat moet prins Rufus wel niet van ons denken? Moet jij je niet een beetje opmaken, Iris? Nee. Ik word een waterlelie. En waterlelies, die maken zich niet op. Die drinken heel de dag water. Ze heeft een nieuw sprookje ontdekt. De Indische waterlelies. Ze wil waterlelie worden. Mm. En nou drinkt ze de hele dag water. Met bubbels. Maar waterlelies drinken toch zo geen water? Nee? Nee. Die zitten met hun wortels in het water en nemen het water zo op. Roos, bedankt. Wat een top idee. Wat ga je doen? Ik ga met mijn voeten in het water zitten. Oh, voorzichtig, prinses. Prinses? Ik ben waterlelie. Als prins Rufus er is, mag je heel de avond met twinkelende oogjes kijken. Ah, jullie weten dus al dat prins Rufus komt. Ja, Roos heeft het ons verteld. Hm? Ik heb toevallig het gesprek tussen jou en je Flora gehoord. Maar dat is geen probleem. Ik wou het jullie toch net vertellen. Mevrouw Flora wil dat jullie allemaal helpen zorgen voor prins Rufus. Ik ga vragen of Basiel iets lekkers voor prins Rufus wil maken.
En voor ons natuurlijk ook. Oh ja, Roos. Kunnen jij en Violet een slaapplek regelen voor prins Rufus? Geen probleem. Wij zorgen ervoor. Mooi zo. Gaan. En waarom niet? Jouw bed is vuil. Mijn bed vuil. Hoe waar dan? Hier. Oh, hoe durf je? Maar kijk eens, jouw bed is ook vuil. Ah ja, waar dan? Hier. Dit vraagt om een schermduel. Wat is hier aan de hand? Violetje wil niet dat prins Rufus in mijn bed slaapt. Het is Violet en zij wil niet dat prins Rufus in mijn bed slaapt. Ruzie maken daarover heeft geen zin. Prins Rufus slaapt toch niet in een bed? Die slaapt op de grond. Op de grond? Prins Rufus is dat zo gewoon. Camille. Oh, voorzichtig daarmee, Violet. Ja. Zeg, Camille, wat denk jij? Welke sport vindt Prins Rufus het leukst? Volleybal? Basketbal? Rugby? Of schermen? Schermen? Dat zal hij niet kunnen, vrees ik. Oh. Maar als je die degen weggooit, dan zal die er wel achteraan hollen. Ja, prins Rufus houdt ervan van dingen te gaan halen en terug te brengen. En ze is precies overal even hoog. Prachtig. Ja, maar het belangrijkste is dat ze lekker is. Hm? Prinsesselijk lekker. Ja, dat is waar. Eens proeven dan. Nee, genoeg geproefd. Deze taart is voor prins Rufus. Prins Rufus zal wel blij zijn met zo'n snoeptaart. Ja. Een taart. Voor prins Rufus. Dat gaat hij niet lusten. Leverworst was veel beter geweest. Dat gaat hij veel lekkerder vinden. Leverworst? Dat eet zelfs ik niet graag. Die leverworst hoeft niet vers meer te zijn. Wat? Maakt de smaak wat sterker. Doe er een beetje rauwe kip bij. Dat gaat hij lekker vinden. En kijk. Het lukt niet. Zo gaat mijn droomprins nooit van mij houden. Met wat geluk is dat doof. Dat is waar. Ik hoop maar dat ik al een mooie waterlelie ben als hij komt. Als het je niet lukt om een waterlelie te worden, kan je hem altijd het boek De Indische Waterlelies cadeau doen. Daar zal hij ook wel blij mee zijn. Oh, en dan kan ik misschien met hem het sprookje lezen. Lezen? Dan zal je moeten voorlezen, want prins Rufus kan niet lezen. Maar als je voor wat ontspanning wil zorgen, dan kan iemand met hem gaan wandelen.
Ik, nee, ik. Mijn laatste wandeling voordat ik voorgoed in een waterlelie verander. Ik wil alleen gaan met prins Rufus. Dan speel ik terwijl blokfluit voor hem. Maar waarom gaan jullie dan niet allebei? Camille, dat is niet echt romantisch. Romantisch? Ja, dat wordt het toch niet, denk ik. Hou je maar goed in de gaten. Hij durft wel eens weglopen. Of ergens tegenaan plassen. Of nog erger. Ja, wel. Ik ga prins Rufus halen. Het lijkt me toch maar een rare prins. Ga jij er maar mee wandelen. Bedankt, Iris. En mijn water. Ik kreeg geweldig gerimpelde voeten van al het water. Misschien was waterlelie worden toch niet zo'n goed idee. Gelukkig. Camille kan elk moment aankomen met prins Rufus. Ik ben wel benieuwd naar die prins Rufus. Hij lust niet eens snoeptaart. Oh, maar dat is nog niets. Roos en ik hadden een bed voor hem opgemaakt. Blijkt dat hij op de grond slaapt. Camille zei ook dat prins Rufus niet kan lezen. En dat hij overal tegenaan plast. Of erger nog. Eeuw. Prins Rufus heeft al wel rare gewoontes. Maar misschien is hij wel heel erg knap. Oh ja, knap. Knap is goed. Knap is geweldig. Oh, een geweldige knappe prins. En ik ga een mooi liedje spelen voor hem vandaag. Of morgen. Prins Rufus is daar. Mag ik jullie voorstellen... Prins Rufus, de hond van mijn geliefde zuster. Prins Rufus is een hond? Roos? Misschien heb ik het een klein beetje verkeerd begrepen. Roos! Oh, een hondje!